Hallo lieve waterman, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 31, 31 juli tot en met 6 augustus. Het is een algemene reading. Haal ervoor uit wat je nodig hebt. Lieve waterman, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Oké. Je vrij voelen, je weer krachtig voelen. Weer zien waar jij echt voor staat. Wat ik hier ook heel erg sterk bij voel, is dat je heel erg gespiegeld bent geweest. En anderen ook heel erg hebt gespiegeld. En dat kan behoorlijk veel energie kosten. Daarnaast zie ik vooral dat je een beetje de kleur van het leven, dus positiviteit, soms een beetje kwijt bent geraakt. En dat daar wel weer tijd voor is. Daarnaast is het vooral belangrijk om dingen van je af te laten glijden. We gaan eens even verder kijken, lieve waterman, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de waterman deze week verwachten? Oké. Het is tijd om in je kracht te komen. Om echt naar je instinct, om echt naar je intuïtie te luisteren. Om niet van je af te bijten, maar meer in de zin van voor jezelf opkomen. Daar zit echt nog wel een verschil in. Daarnaast hoor ik ook dat het belangrijk is om pauze te nemen en echt te luisteren naar je hart. En dwaal niet in cirkeltjes. Durf knopen door te hakken. Soms zit je echt in het zwart-wit denken en vergeet je dus eigenlijk in het grijze gebied na te kijken. En gaan deuren voor je open als er nieuwe deuren weer dicht gaan. Alleen je ziet het op dit moment niet. Je wilt eigenlijk alles hoog houden en dat wordt te veel. En er komen nieuwe keuzes voor je aan. Er komt echt een verschil weer aan. Alles gaat weer veranderen. En het voelt alsof je daar niet altijd even blij mee bent. Maar achteraf ben je er dankbaar voor. We gaan eens even kijken naar een mooie affirmatie voor jou. Voor deze week. Een mooie affirmatie. En dat zijn er een aantal. Ik neem regelmatig de tijd om te realiseren dat ik liefde ben. En dat wonderen bij het leven horen. Hoop is de weg die naar wonderen leidt. Als ik voor vreugde kies, dan word ik geleid. Mijn uitstraling is krachtiger dan mijn woorden. Ik erken wat ik wil en hoe ik mij wil voelen. Ik hoop in ieder geval dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil jij een 1-op-1 reading? Dat kan. Kijk dan op www.mediumdaphne.nl of stuur mij een berichtje. De links staan hier onderin. En wil jij nog opgeven voor de opleiding? Dat kan. Er zijn nog een paar plekjes. Wie weet zie ik je daar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.